Hey, dit is Matthijs van Man op Rijn en in deze video ga ik je 3 manieren geven om een man te verrassen. Want ik begrijp het, jij wil een man verrassen en je hoopt dat hij dat helemaal te gek vindt. Misschien staat zijn verjaardag wel voor de deur en wil je hem op een fantastische wijze iets leuks geven of hem op een hele leuke wijze verrassen. Misschien is het wel bijna Valentijnsdag op het moment dat jij deze video kijkt. Wie weet wil je gewoon aan hem laten zien dat jij de allerleukste vriendin ooit bent. Het kan ook zo zijn dat je nog aan het daten bent met een man. Dat je zoiets hebt van, ja, we hebben nu inderdaad een paar keer een drankje gedaan en we leren elkaar op die manier wel kennen. Maar ik wil echt iets leuks met hem ondernemen en van mijn beste kant laten zien en hem verrassen. Zodat ik laat zien wat voor ontzettend leuke vrouw ik ben. Wat je situatie ook is, in deze video vertel ik je allemaal goede ideeën voor elk van die situaties. Aan de hand van 3 manieren ga ik je laten zien hoe je veel plezier toevoegt aan een man zijn leven, zodat hij helemaal in de wolken is van jou. En op het moment dat iemand veel toevoegt aan ons leven, ons heel veel leuke dingen laat ervaren en ons weet te verrassen, dan willen we graag bij die persoon in de buurt zijn. Dus laat ik hier verder geen woorden aan vuil maken, maar laten we gewoon kijken naar de allereerste manier. Daar gaan we. Manier 1. Laat zijn wens uitkomen. Verplaats je eens in een man. En dan in specifiek de man die jij aan het daten bent, of jouw partner, of jouw vriend. En beeld je dan heel goed in waar hij aan zou denken en wat hij belangrijk vindt en wat hij leuk vindt in het leven. Waar zal een man aan denken? Ha! Ik weet het al. Hij denkt sowieso aan seks. Ja, dat vinden mannen inderdaad heel belangrijk en vrouwen vinden het eigenlijk stiekem net zo belangrijk. Maar dat is niet het allerbeste waar jij een man mee kan verrassen. Natuurlijk is het zo dat je een man ook op dit gebied, op seksueel gebied en tussen de lakens heel goed kan verrassen. Dus ik zal hier zeker op ingaan in deze video en bij manier 3 vertel ik hier nog veel meer over. Maar voor nu is het heel belangrijk om te beseffen dat een mooie droomrelatie met een man uit heel veel verschillende ingrediënten bestaat. En seks is maar 1 van die ingrediënten. Andere ingrediënten zijn bijvoorbeeld dat hij met jou kan lachen. Dat jullie samen grapjes hebben. Dat hij zichzelf van een gevoelige kant kan laten zien bij jou en over emoties kan praten die wat ze bij zijn vrienden niet kan. Of dat hij samen met jou allerlei nieuwe dingen meemaakt in het leven. Dat hij een vriendschap met jou heeft. Dat hij kan levelen met jou. Al die dingen zijn net zo belangrijk. En dat zijn ook allemaal ingrediënten van die hele taart, om het zo maar te noemen, die je droomrelatie zou kunnen noemen. En zo zijn er nog wel heel veel andere ingrediënten. Maar waar ik nu op wil ingaan, is dat hij iemand heeft in zijn leven, jou, met wie hij activiteiten onderneemt die hij niet zo snel vanuit zichzelf zou ondernemen. Of in ieder geval activiteiten die jij hem laat ervaren, waardoor hij heel veel leuke nieuwe dingen doet in zijn leven. Waardoor hij het gevoel heeft dat hij echt leeft. En dat is iets fantastisch wat je aan een man zijn leven kan toevoegen. En hij natuurlijk ook aan jouw leven. En als je vanuit dat gedachtegoed denkt, beeld je dan niet alleen in wat hij allemaal leuk vindt, maar beeld je heel specifiek in waar hij het ook vaak over heeft, maar wat hij nog nooit echt gedaan heeft. Of wat hij roept dat hij heel leuk vindt of te doen, of dat hij een keer met jou zou willen doen, maar hij heeft zelf nog nooit het initiatief genomen om dat met jou te gaan doen. Dus als je daar goed over nadenkt, dan kan je zijn verrassing personaliseren. Bijvoorbeeld, stel die man houdt heel erg van voetbal. Koop dan 2 kaartjes voor zijn favoriete voetbalclub, zodat je samen met hem naar die wedstrijd gaat. Wie weet houdt hij wel ontzettend van auto's. Heeft hij altijd al een Ferrari willen rijden? Huur dan voor een dag zo'n auto of doe zo'n testrondje op het circuit. Regel dat voor hem. Misschien is het wel een echte trailzoeker. Wil hij altijd al parachute springen? Regel dan een dag dat hij gaat testparachute springen. Op deze manier, als je op zo'n manier over dit soort dingen nadenkt en hem verrast met activiteiten die hij heel leuk vindt om te doen, dan laat jij hem bepaalde emoties ervaren en nieuwe dingen doen in zijn leven die hij heel erg waardeert. Want dit zijn dingen die hij zonder jou niet zou ervaren. En hierdoor voeg je heel veel waarde toe in zijn leven. We willen allemaal met iemand zijn die ons leven een stuk leuker maakt. Zo weet ik nog heel goed dat mijn vriendin me bijvoorbeeld meegenomen heeft voor mijn verjaardag met een dagje motorrijden. Het was voor het allereerst dat ik op een motor ging zitten en we kregen een hele dag les. Het was een cursus. Want ja, je kent ons mannen. Vaak roepen wij dat we iets heel graag willen doen. Net zoals ik al heel lang riep dat ik wilde motorrijden. Maar we stellen het maar uit en we denken, ja, dat komt wel ergens in de toekomst. Maar op het moment dat jij er dan voor zorgt dat hij die activiteit nu al gaat ondernemen, dan geef je hem een ontzettend goed gevoel. Ik ben mijn vriendin nog steeds ontzettend dankbaar. En dat is een herinnering
aan die hele dag die ik met haar had, want ze ging zelf mee, dat ik nooit meer zal vergeten. Dat neem ik altijd met me mee. Mocht het nou zo zijn dat jij wat inspiratie kan gebruiken over wat voor leuke dingen je met een man kan doen en hoe je hem kan verrassen, klik dan eventjes, boom, hier zo. Dan ga je namelijk naar een artikel toe met maar liefst 71 ideeën over wat je met je vriend of de man die je aan het daten bent kan doen. Dus klik dan even op dat artikel en anders gaan we lekker door naar manier 2. En die tweede manier is, houd hem in het duister. Soms heb je te maken met een man die heel veel voor zijn ex heeft gedaan of voor andere vrouwen in het algemeen, maar er nooit heel veel voor terugkreeg. In zo'n geval is het heel mooi als je hem verrast door juist iets in te plannen voor hem en juist moeite voor hem te doen. Dan laat je zien dat jij anders bent en dat jij een geweldige toevoeging bent aan zijn leven. Het kan ook dat je een man deed die op zich wel dingen doet voor zijn vriendin en dat ook wel gewend is, alleen hij doet nooit activiteiten inplannen. Nee, wat hij doet, hij koopt liever cadeautjes. Dat is zijn manier van liefde geven. Dat is prima, maar als jij er ook van houdt om juist leuke uitstapjes te doen, om nieuwe dingen met elkaar mee te maken, dan wil je aan zo'n man laten zien dat het hartstikke mooi kan zijn als je juist dingen met elkaar gaat doen. En als je activiteiten en uitstapjes met elkaar inplant, dat je moeite voor elkaar doet op zo'n niveau en niet alleen cadeautjes uitwisselen is. Als jij met een van dit soort mannen te maken hebt, of je wil gewoon in jouw relatie een patroon ontwikkelen dat jullie heel veel leuke dingen blijven doen, omdat je niet op de bank wil eindigen met een film elke avond, dan is manier 2 fantastisch voor jou. Want wat je gaat doen, is een date inplannen, maar je vertelt hem niet wat je gaat doen. Je houdt hem in het duister. Bijvoorbeeld, stel jullie zijn allebei op zondag vrij. Dan vertel je hem, hey, ik wil dat je om 11 uur klaar staat met je zwemkleding. Die moet je bij je hebben. En ook een handdoek, dat is heel belangrijk. Natuurlijk gaat zo'n man speculeren en gaat hij al nadenken en raden van, oh, zullen we misschien naar het strand gaan als het lekker weer is? Of gaan we naar een zwembad of gaan we iets doen? Maar je vertelt hem nog helemaal niks. En op die dag zelf neem je hem mee en dan pas, als jullie aangekomen zijn bij de plek waar je wil zijn, vertel je het hem echt. En die man mag blijven raden, maar je vertelt het hem niet. Op deze manier verras je een man met de activiteiten die jullie gaan doen. En natuurlijk heeft hij wel een hint, maar dat is juist leuk, want dat zorgt voor het hele spelletje dat hij gaat nadenken van, oké, ik heb een zwembroek bij me, wat moet ik dan gaan doen? Wat je ook kan doen, is hem klaar laten staan met die zwembroek en met die handdoek en vervolgens iets totaal anders gaan doen. Bijvoorbeeld een dagje naar het pretpark gaan. Zodat hij op een totaal verkeerd been is gezet en alsnog gigantisch verrast wordt. En dit soort leuke dingen zorgen ervoor dat je man op een hele positieve manier allerlei nieuwe ervaringen laat opdoen en heel erg bezig laat zijn van oké, wat gaan we dan doen met z'n tweeën? En het zorgt voor een hele speelse dynamiek tussen jullie. Natuurlijk zijn er ook nog tal van andere dingen die je kunt doen. Het hoeft niet altijd met een zwembroek en een handdoek te zijn. Maar het gaat om het principe dat je hem niet vertelt wat jullie gaan doen. En dat het dus een verrassing voor hem is. En dat jij een leuke dag inplant voor jullie samen. Goed, laten we doorgaan naar manier 3. Verras hem tussen de lakens. Moment dat je een wat langere relatie hebt met een man. Of een moment dat jullie elkaar wat langer zien. Dan kan het soms zo zijn dat de seks redelijk voorspelbaar wordt en het een beetje de spanning verliest. Bijvoorbeeld, als je elke dag thuis komt en je bent moe, en je, aan het eind van de dag belanden jullie met elkaar in bed, maar ja, het gaat er altijd voor dat volgens datzelfde riedeltje, namelijk jullie kijken eerst even wat tv en dan gaan jullie naar bed en dan hebben jullie je seks en het is niet echt meer, de passie is er een beetje uit. Wat je dan heel goed kan doen, is het volgende. Op het moment dat je bijvoorbeeld weet dat je hem donderdagavond gaat zien, zeg dan tegen hem dat je die donderdagavond hem gaat verrassen in de avond en dat je heel veel zin in hem hebt. En vertel hem ook dat je hem gedurende de dag al een beetje gaat plagen en dat je met hem die spanning wil opbouwen door middel van de berichtjes die jullie naar elkaar sturen over bijvoorbeeld WhatsApp. Ja, maar Matthijs, dan is het toch geen verrassing meer als ik hem dat allemaal vertel van tevoren? Dat is niet helemaal waar. Juist door hem te vertellen dat het donderdagavond zal gebeuren, geef je hem iets om zich op te verheugen. Hij zal hier naar uitkijken. Hij zal zijn handen wrijven van, wat staat me donderdag allemaal te wachten? En hierdoor bouw je heel veel anticipatie en heel veel spanning in hem op. Daarnaast is het zo dat je hem gedurende de dag, dus al berichtjes zal gaan sturen. En het is voor hem elke keer weer een verrassing van, oké, wat gaat ze sturen? Wat moet ik daarop reageren? En wat voor dingen gaan er gezegd worden? Hoe ver gaan we beginnen? En
dat hele gebeuren, dat is al ontzettend spannend voor een man. En dat zorgt voor een enorme verrassing. En op het moment dat hij dan bij jou thuis komt, of jij bij hem thuis komt, dan kan je hem natuurlijk ook verrassen met ook nog eens een nieuw lingerie-setje. Als hij bij jou thuis komt, kan je al kaarsjes neergezet hebben, voor sfeerverlichting gezorgd hebben. En dit zorgt ervoor dat die hele dag een enorme verrassing voor die man zal zijn. En weer voor gigantische passie zal zorgen. Daarnaast is het zo dat een man nu een hele andere kant van jou ziet, die misschien doorgaans bij hem bent. Misschien ben je doorgaans een hele lieve vrouw en zeker ook wel seksueel, maar heeft er nog nooit deze zelfverzekerde sexy kant van jou gezien. En dat is ontzettend aantrekkelijk voor een man. Een vrouw die voor haar seksuele kant durft uit te komen en hem helemaal weet te verleiden. Oké, mocht het nou zo zijn dat jij meer originele ideeën wilt en dat je zoiets hebt van, dit zijn nog goede tips, maar ik wil mijn man blijven verrassen. Ga dan naar het artikel dat ik hierover geschreven heb op mannenbrein.nl. Daar krijg je namelijk 17 originele ideeën en tips waarmee je man kan verrassen. De link staat hieronder in de beschrijving. Als je daarop klikt, ga je rechtstreeks naar het artikel toe. En als je hieronder toch gaat kijken, klik dan ook op de abonneerknop. Dan krijg je van mij elke week allemaal nieuwe video's naar je toegestuurd, waarin ik je alles vertel over daten, relaties en hoe dat gekke mannenbrein werkt, zodat je een man door en door kan begrijpen en je liefde van je leven niet alleen kan krijgen, maar hem ook kan behouden en die relatie prachtig en liefdevol kan houden. En dat is wat ik ook oprecht voor jou hoop, dat je die stap durft te zetten en met dit advies aan de slag wil gaan. Druk ook op de like-knop, daar word ik ontzettend blij van. En als je rechtstreeks naar het artikel wil, dat begrijp ik, dan kun je gewoon hier op deze link klikken. En dan ga je rechtstreeks naar het artikel toe, waarin je 17 originele ideeën en tips krijgt om een man te verrassen. Winner, klik op deze link, dan zie ik je in het artikel.